Gemeente, in 1 Koningen 18 kunnen we lezen dat Elia naar het bevel van de Heere plaatsgenomen had in een kloof van een steenrots op de berg Horeb. De Heere had beloofd de moedeloze profeet daar te zullen onderwijzen. Want Elia had gezegd, ik ben maar alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. Had geklaagd over de onbekeerlijkheid van Israël en eigenlijk gezegd, ze kunnen niet meer gered worden. En toen gaf de Heere hem onderwijs. De Heere verscheen, er kwam een grote aardbeving en de hele berg Horeb schudde. En Elia dacht, dat heeft Israël nodig, een aardbeving. Maar de Heere was niet in de aardbeving. En toen was er een storm. En de Heere was ook niet in de storm. En toen was er bliksem en donderslag. En daar was de Heere ook niet in. En toen kwam er het zuizen van een zachte stilte. En daarin was de Heere. Zo doet God zijn werk. Het gebeurt niet door kracht. En ook niet door geweld. Maar de Heere zegt, door mijn geest zal het geschieden. En bij een voorbeeld daarvan willen we vanmiddag stilstaan. De tekst kunt u dan ook vinden in Handelingen 16, het 14e vers. Daar lezen wij, en een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welke hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Het gaat in deze tekst over de bekering van Lydia. Eerst letten we op Lydia's hart voor de bekering. Dan letten we op Lydia's hart in haar bekering. En ten derde willen we stilstaan bij Lydia's hart na haar bekering. Paulus en Silas en Lucas en de jonge Timotheus zijn op een wonderlijke manier in Filippi in Europa gekomen. De Heilige Geest verhinderde hen het woord in Azië te prediken. En toen ze het woord wilden prediken in een andere provincie, in Bithynië, werden ze wederom door de Geest verhinderd. We zijn altijd benieuwd geweest hoe dat gegaan is. Sommigen denken, het is een aardbevingsgebied, ook nu zijn daar weer aardbevingen geweest, dat de wegen versperd waren. Anderen denken dat vijandige legers met elkaar in strijd waren. Maar eigenlijk moeten we zeggen, we weten het niet. Maar de Heere heeft die mannen duidelijk gemaakt dat hij niet wilde dat ze in de richting van Azië zouden gaan en ook niet in de richting van Bithynië zouden gaan. En zo kwamen ze tenslotte in Troas terecht. Dat is een plaats aan de Middellandse Zee. En toen droomde 's nachts Paulus en in de droom zag hij een Macedonisch man en die riep, kom over in Macedonië en help ons. En toen viel alles op zijn plaats. Toen verstond Paulus en ook zijn metgezellen waarom de Heere hen verhinderd had om naar Azië of Bithynië te gaan. God wilde dat ze naar Europa zouden gaan. Dat ze naar Filippi naar Macedonië zouden gaan. Ze gehoorzaamden dat hemelse gezicht. Ze staken de Egeïsche Zee over. Dat is diezelfde zee waar enkele jaren terug zoveel vluchtelingen de oversteek hebben gewaagd. En dan kwamen ze in Griekenland. En ook deze broeders kwamen dus in Griekenland. En ze zetten voor het eerst voet aan land in Europa. Ze kwamen in Filippi. Die stad lag wel in Griekenland, maar dat was eigenlijk een Romeinse stad. En daarom lezen we een kolonie.
Het was een Romeins gebied in Griekenland. Daar zit een geschiedenis aan vast. Caesar Octavianus, de man van Handelingen 2, de man van Lucas 2, die heeft daar een strijd gevoerd tegen afvallige generaals, tegen Brutus en tegen Cassius. En doordat de meerderheid van de soldaten trouw bleven aan Julius Caesar, behaalde hij de overwinning. En toen wilde hij die trouw van zijn soldaten belonen. En toen maakte hij Filippi en omgeving Romeins gebied. Hij maakte het een Romeinse kolonie. En hij gaf die plaats als een woonplaats voor de veteranen. Voor de soldaten die met pensioen gingen en voor de officieren die met pensioen gingen. Dat was dus Filippi, wel liggende in Griekenland, maar eigenlijk helemaal een Romeinse plaats. En daar kwamen ze, deze mannen, deze broeders, Paulus en zijn broeders. Ze kwamen voor het eerst in Europa. Via Filippi is het evangelie Europa binnengekomen. En daar lezen we in vers 13, en op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. Daar zit ook een geschiedenis achter. Die mannen zochten natuurlijk toen ze in Filippi kwamen mogelijkheden om het evangelie te verkondigen. En dan lezen we dat er toch een bepaalde strategie was die ze volgden. Ze gingen altijd eerst naar de synagoge toe. Dat had ook de Heere gezegd. Eerst de Jood en dan de Griek. Maar de synagoge was een aanknopingspunt. Daar begonnen ze met te verkondigen dat Jezus de beloofde Messias is. Maar in Filippi was geen synagoge. Om een synagoge te bouwen en een heilige samenkomst te houden, moest je volgens het Talmud met 10 besneden Joodse mannen zijn, boven de 12 jaar. En die waren er niet in Filippi, maar er waren wel Joodse vrouwen. Joodse vrouwen waren er. En die Joodse vrouwen die waren getrouwd met Romeinse soldaten. En daarom woonden ze ook in Filippi. En die Joodse vrouwen, die wilden hun Joodse godsdienst trouw blijven. Maar er was geen synagoge. Nu moest een Joodse vrouw zich dikwijls reinigen. Niet alleen na de menstruatie, maar ook na veel andere gebeurtenissen moesten zij zich steeds reinigen. En dat moest gebeuren in levend water, in stromend water. En die vrouwen hadden toen een plaats gevonden aan de rivier. We moeten denken dat ze daar een soort schutting en een soort veranda hebben gemaakt, zodat ze daar ongezien konden baden en zich konden wassen. En ze kwamen daar samen, lezen we ook in de handelingen, om te bidden. En dat zal het al niet alleen geweest zijn. Ze zijn ook samengekomen om uit de heilige rollen van de profeten te lezen. Zo hadden ze toch op de Sabbat een soort samenkomst, die vrouwen. Al was het dan geen synagoge. Paulus en zijn medebroeders hoorden daarvan. Er was geen synagoge, maar er waren wel Joodse vrouwen die op de Sabbat bij elkaar kwamen. En ze zijn daar op de Sabbatdag naartoe gegaan. En dan lezen we, spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. Zij spraken tot die vrouwen. En dat ging natuurlijk niet over het weer en ook niet over het zaaien of het oogsten. Ze spraken tot die vrouwen over de Heere Jezus. Dat de lang beloofde en verwachte Messias gekomen was. En dat Jezus van Nazareth die Messias is. En ze vertelden dat de Joden hem gekruisigd hadden, maar dat God hem uit de doden had opgewekt
En dat God daardoor duidelijk bewezen had dat Jezus de Messias, de beloofde verlosser was. En ze brachten hen de boodschap dat ze zich moesten bekeren van hun zonden. En in deze Jezus geloven. En dat ze dan het eeuwige leven zouden ontvangen. Dat was de boodschap die ze brachten. Gemeente, dat is toch een boodschap. Daar kun je niet zoveel van verwachten. Als hij die tot oren van mensen brengt. En vooral van Joodse mensen. Om met Joodse mensen te spreken over een gekruisigde Messias. Een gekruisigde zaligmaker. Maar toch hebben ze daar met die vrouwen over gesproken. En dan lezen we in onze tekst. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus werd gesproken. God zegende het gesproken woord aan het hart van deze vrouw. En de Heilige Geest heeft ons laten optekenen wie er tot bekering kwam. En ook precies hoe zij tot bekering kwam. Allereerst lezen we wie er tot bekering en geloof kwam. Lydia, haar naam wordt genoemd. En ze was een purperverkoopster van de stad Thyatira. Lydia. Waarschijnlijk kwam ze dan ook uit Lydië, een provincie in Klein-Azië. Dat is nu Turkije. En het was een zakenvrouw. Ze stond eigenlijk aan het hoofd van een bedrijf. We lezen wel in de Nederlandse vertaling een purperverkoopster. Maar dat woord verkoopster, dat is in het Grieks het woord oikos. En oikos, dat is eigenlijk iemand die een zaak drijft. Dat is eigenlijk iemand die een bedrijf bestuurt. Over haar man lezen we niet. Maar het gaat hier over een vrouw die een bedrijf runt. En dat bedrijf wordt in verband gebracht met purper. Ze kwam ook uit de stad Thyatira. En in die stad Thyatira, daar kweekte men purperslakken. En in de keel van een purperslak zat één druppel diep rode kleurstof. En die verzamelde men en daar kleurde men betrekkelijk dure gewaden mee, mantels mee. En die met purper verfstof gekleurde mantels waren zeer in trek bij de rijken. En vooral bij de Romeinse soldaten en bij de oversten en bij de officieren. En daar handelde Lydia dus in. In mantels, in kleding, gekleurd in die purperen kleurstof van de purperslakken. Dat waren dure mantels. Dat konden alleen voorname mensen dragen. En je leest dan ook van de rijke man in de gelijkenis. Niet alleen dat hij alle dag vrolijk en prachtig leefde, maar dat hij was gekleed in purper en in fijn lijnwaad. Daar handelde Lydia dus in. En dan is het ook begrijpelijk dat we haar in Filippi vinden. Want Filippi was een Romeinse kolonie. Daar leefden, daar woonden al die veteranen, al die oude oversten en veldheren. En die droegen allemaal die deftige, die rijke mantels die gekleurd waren door de kleurstof van de purperslak. Daar vond ze een afzetgebied voor haar handel. En daar had ze ook een huis kunnen belezen. Daar had ze als het ware een afdeling van haar bedrijf. Maar dan wordt verder van die vrouw verteld die God diende. Je zou beter kunnen lezen, dat zegt het Griekse woord eigenlijk, die God vereerde. Zij geloofde in de God van Israël.
Ze vereerden hem als de enige waarachtige God, de schepper van de hemel en de aarde. In het boek Handelingen komen meer van die mensen tegen, ook van deze vrouwen. In Handelingen 13 lees je van Iconium, dat daar enkele godsdienstige en daar staat eerlijke vrouwen waren. En dat woordje eerlijk, dat ziet op reine vrouwen waren. Dat waren vrouwen die niet meer in de heidense goden geloofden. Maar die geloofden dat de God van Israël de enige en ware God was. Ze aanbaden de God van Israël als de schepper van hemel en aarde. Ze bezochten de synagogen. En er was een aparte afdeling. Een soortje voorhof van de heidenen werd dat genoemd. En daar mochten ze de diensten dus op wat afstand bijwonen. Er schijnen heel wat van deze mensen gewoond te hebben in Klein-Azië. En we lezen hier ook zelfs wel in Griekenland. Vrouwen en mannen die met de Joden meeleefden. Zo iemand was dus Lydia. Zij bracht geen offers meer aan de goden van haar volk. Ze bezocht niet meer de afgodstempels. Zij diende de Heere, ze vereerde hem. En ze heeft zich gehouden aan de 10 geboden. En ze wilde zich ook houden aan de wetten van Mozes. Ook aan al die reinigingsriten die vrouwen steeds moesten ondergaan. En daarom was ze op de Sabbat aanwezig met die andere vrouwen aan de rivier om zich daar te wassen en te reinigen. Om daar samen te bidden, de Joodse gebeden te bidden. Onder andere het gebed dat begint met U vorst Messias komen. En om daar samen uit de rollen van de profeten te lezen. En dan komen Paulus en zijn metgezellen daar. En die beginnen een gesprek met hen. Een gesprek over de Heere Jezus natuurlijk. En dan lezen wij. Welker hart de Heere heeft geopend. Dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. We zien hier reeds naar voren komen dat Paulus de leider is van dat groepje. En dat zal steeds meer blijken in dat boek van de Handelingen. Ze hebben allemaal wel tot die vrouwen gesproken, maar Paulus in het bijzonder. En dan lezen we over haar bekering. En het is heel interessant hoe die bekering wordt beschreven. Welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus werd gesproken. Het is een bekering geweest zonder luidruchtigheid. Het is een bekering geweest zonder sensatie, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk een hele stille bekering. Dat is eigenlijk kenmerkend voor de bekering van Lydia. Haar bekering bestond eruit dat God haar hart opende. Maar het is niet minder een goddelijke bekering en een groot goddelijk werk om het hart van een zondaar te openen voor het evangelie. Het wijst op een hemels ingrijpen. Het wijst op de vervulling van een belofte. Ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. En dat gebeurde met Lydia. Hoewel het met eenvoudige woorden verteld wordt, is er toch zo'n machtig werk gebeurd. En onze Dordtse leerregels zeggen daarvan dat dat een werk is groter en heerlijker dan de schepping der wereld zelf. Haar hart werd geopend. Dat wijst erop dat het eerst gesloten was. Ons hart is van nature gesloten.
Lydia was wel een godsdienstige vrouw. En haar ogen waren daarnaar voor open gegaan dat die heidense goden geen goden waren. Dat alleen de God van Israël de ware God was. En ze hield de wetten en de reinigingswetten. Een ernstige vrouw zouden we kunnen zeggen. Maar haar hart moest nog steeds geopend worden. En zo kunnen we godsdienstige mensen zijn. En ernstige mensen zijn. En een zuivere leer beleiden, maar toch ons hart nog zo gesloten zijn. Want van nature is het hart van ons allen gesloten voor God en voor zijn woord. Een gesloten hart, dat is het hart van de gevallen mens. Gesloten voor de boodschap van het evangelie. In 2 Korinthe 3 spreekt de apostel over de Joden. En hij zegt dat bij het lezen van de Heilige Schrift er een deksel ligt op hun hart. Ze lezen de Oudtestamentische Bijbel wel, maar hun hart is ervoor gesloten. En zo is ons aller hart van nature gesloten voor het woord van de Heere. Er zijn zoveel dingen die dat hart van ons toesluiten voor het evangelie. En de Bijbel die noemt de verschillende. We zouden kunnen wijzen op ongeloof. Ongeloof, dat sluit het hart voor het evangelie. Er is brute ongeloof. Dat is ongeloof dat met de Bijbel spot en met Jezus spot. En dat sluit het hart voor het evangelie. Maar er is ook vroom ongeloof. En dat vrome ongeloof dat zegt, geloven dat moet God je geven. En bekering moet God werken. Daar kan ik zelf dus niets aan doen, daar moet ik maar op wachten. En zo blijft het hart toegesloten voor de boodschap van het evangelie. Vele dingen noemt de Bijbel, waardoor het hart van de mens gesloten is voor het evangelie van Gods genade. De Bijbel noemt de hoogmoed van de mens. Er is niets wat de mens zo vernedert dan het evangelie. Het evangelie zegt dat al onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. En dat we alleen zalig kunnen worden uit genade. En wat genade is, dat begrijpen wij niet. Wat genade is. En vooral Calvinistische mensen die begrijpen dikwijls genade niet. Dat is zo helemaal gratis. Zo helemaal boven en buiten verdiensten, genade. Zo moeten we zalig worden. En daar verzet ons hoogmoedig bestaan zich tegen. En dan is er onze onwil. De onwil houdt de deur gesloten. Gemeente, het is eigenlijk zo, de mens is zo geschapen dat niets zijn hart binnen kan komen of het moet de deur van zijn wil passeren. En die deur van onze wil is zondig en verkeerd. En die houdt de deur gesloten voor God, voor zijn woord en voor het evangelie. En dan noemt de Bijbel vooral Johannes in zijn brieven de liefde tot de wereld. Als de liefde tot de wereld je beheerst, zegt Johannes, dan is de liefde van God niet in je. Dan is de deur gesloten voor de liefde van God. En om er nog maar één te noemen, dat is onwetendheid. Onwetendheid houdt de deur gesloten. De duivel zoekt zoveel mogelijk mensen onwetend te houden. Vanwege het zendingswerk zijn er niet veel volken meer die nog onwetend zijn. Maar er zijn er toch nog heel wat die nog nooit van Christus hebben gehoord. En door die onwetendheid blijft het hart van al die mensen gesloten. En gaan daar al die mensen voor eeuwig verloren. Dat moet ons aangrijpen.
Dat moet het zendingswerk zo noodzakelijk en zo onmisbaar maken. Maar de deur zit van nature bij ons allemaal op slot. Ons hart is gesloten. De ingang is versperd. Wij willen niet dat God koning over ons zij. En dat wordt door Johannes in zijn evangelie op een manier gezegd die ons allen zou moeten aanspreken. Hij schrijft: het licht is in de wereld gekomen. Dus daar markeert het niet aan. Het licht is in de wereld gekomen. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Een gesloten hart. Dat heeft onze zondeval teweeg gebracht. Wij houden God buiten ons leven. En we willen niet dat hij onze koning zal zijn. Wij sluiten de deur van ons hart. Zodat dat woord van God ons niet raken kan. En daar zijn we bedreven in geworden. Om ervoor te zorgen dat dat woord ons toch vooral niet raken kan. En we hebben allerlei manieren gevonden om onder de klem van dat woord onderuit te komen. Vooral veel vrome manieren. Maar wat lezen we nu van Lydia? We lezen welk hart de Heere heeft geopend. En daar letten we op in de tweede gedachte. Lydia's hart in de bekering. Het staat er zo eenvoudig. Maar het is toch zo'n groot en zo'n geweldig werk. En God opende haar hart. Zo op het eerste gezicht is het niets bijzonders. Het is eigenlijk iets heel gewoons. Zo lees je het. Maar wat is het bovennatuurlijk? En wat is het goddelijk? God opende haar hart. Op de voorgrond staat dat de Heere het deed. Er staat welker hart de Heere heeft geopend. Als we het Grieks konden lezen, dan lazen we het woord kurios. En een kurios, dat werd je niet zomaar. Dan moest je een veldslag gewonnen hebben. Dan moest je een overwinnaar zijn, een grote overwinnaar. En de Caesar wilde Heere genoemd worden. Je moest wierook branden bij zijn borstbeeld en zeggen: Caesar is Heere. Caesar, de grote overwinnaar. En dat woord wordt hier gebruikt. De Heere. Jezus, de grote overwinnaar van Satan, dood en graf. Die opende haar hart. We lezen hoe dat allemaal ging. We lezen dat ze hen hoorde. Dat ze naar hen luisterde. Ze gaf hen dus gehoor. En er staat verder dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Dat ze er acht op nam. Dat woord dat wijst eigenlijk op iets op zijn waarde schatten. Als betekenisvol schatten. Ze gingen niet zomaar achterloos aan voorbij. Ze voelden dat die apostel iets belangrijks te vertellen had. En ze schatte het op zijn juiste waarde. Ze gaf er acht op. En het heeft ook in zich dat het haar bracht tot een verstaan en een begrijpen van wat hij zei. Je leest er ook over in Lucas 24, bij die Emmausgangers. Jezus opende toen hun verstand, opdat ze de schriften zouden verstaan. En dat moeten we hier nu ook bij Lydia denken, dat ze acht nam. Zij verstond het, zij begon erop te letten.
Zij achten het waardevol en iets heel belangrijks te zijn. Die boodschap die de apostel bracht, dat de lang beloofde Messias gekomen was, dat Jezus van Nazareth die Messias was, dat de Joden hem gekruisigd hadden, dat hij uit de doden was opgestaan en dat God daardoor bewezen heeft dat hij de Messias is, de beloofde verlosser, en dat ieder die in hem gelooft nu het eeuwige leven zou ontvangen. Haar hart werd voor die boodschap geopend. En zo geopend, niet alleen dat ze er acht op nam, maar dat ze die boodschap geloofde en in het geloof omhelsde. In de brief aan Jacobus staat daar iets over geschreven. Dat doet ons het een beetje beter begrijpen. Dat is een tekst, ik denk niet dat u daar veel over hebt horen preken. Jacobus 1, vers 21. Daar vermaant Jacobus zijn hoorders om het evangelie gehoor te geven. En dan zegt hij, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen zalig kan maken. Er is toen iets in het hart van Lydia geplant. Het woord is in haar geplant. En het is geplant in zachtmoedigheid, in alle rust. Niet spectaculair, gewoon bijna voor mensen niet zichtbaar en niet opmerkzaam, niet te merken. Maar God deed iets in haar hart. Het woord werd in haar geplant. Haar hart werd voor dat woord geopend. En ze heeft dat, die verkondigde boodschap van de apostel Paulus, als een schat in haar hart gesloten en in het geloof omhelst. Het evangelie kreeg een plaats in het hart van Lydia. Ja, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat het evangelie een plaats krijgt in ons hart. Dan neemt de Heilige Geest al de obstakels weg. Die zullen er ook bij Lydia geweest zijn. Want ik denk, alles wat Lydia van de Joden gehoord heeft over de Messias, dat ging over een Messias in glorie, in heerlijkheid, die op een troon zou zitten, over alle volken zou regeren. En ze hoorden van Paulus over een Messias die gekruisigd was en uit de doden was opgestaan. Maar God zorgde ervoor dat dat woord in haar hart geplant werd. Dat ze die boodschap omhelsde. Dat ze die boodschap niet afwees, maar dat ze die omhelsde en verstond als de enige boodschap van redding en van zaligheid. En vooral heeft ze verstaan dat Jezus de zaligmaker is die ze nodig had. Dat hij die enige naam is, onder de hemel, onder de mensen gegeven, waardoor zij zalig moeten worden. Haar hart, haar hele hart, ging ervoor open. En dat zal met haar gegaan zijn zoals met die Emmausgangers. Toen begonnen hun harten te branden. Toen Jezus de schriften opende en hen Christus verkondigde. Zij omhelsde het evangelie. Omhelsde de goede boodschap van de gekruisigde en de opgestane Heere Jezus. Gemeente, we zien hier het verborgen werk van de Heilige Geest. En dat werk dat vindt ook vandaag aan de dag nog plaats. Dat gebeurt ook in 2023. Een zekere vrouw, lezen we hier. Maar je kunt invullen een zekere man, een zekere vrouw. Een zekere jongen, een zekere meisje. En er gebeurde met zo iemand iets in de kerkdienst. God opende het hart dat ze acht gaven op het evangelie.
En dat is een groot en een heerlijk werk. Onze Vader noemde dat een werk, ik zei het al, heerlijker dan de schepping der wereld zelf. En wat dat werk is, dat zeggen ze ook. Ze zeggen, hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurft dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. Hij maakt die niet wilde, nu met de daad wil, die wederspannig was, gehoorzaam werd. Is dat geen groot werk, gemeente? Is dat geen hemels werk, ver boven de macht van mensen? Een goddelijk werk. Dat deed God in het hart van Lydia. Hij opende haar hart, dat ze acht gaf op hetgeen van Paulus werd gesproken. En daar begint de bekering mee. Het begint met acht geven op de boodschap die verkondigd wordt. Maar, zo zegt u misschien, en er zijn anderen die dat zeker zeggen, was dat werk al niet veel eerder begonnen. Want Lydia diende God. Ze vereerde de ware God. Ze was tot de ontdekking gekomen dat die afgoden geen goden waren. En dat de God van Israël de enige waarachtige God is. Ze heeft door middel van de Joden, Jehovah, Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob leren kennen. En ze vereerde hem, ze achtte hem hoog en ze diende hem, ze hield zijn geboden en ook de reinigingswetten. En toch had ze nog een gesloten hart. Met al deze dingen kan een mens toch nog een gesloten hart hebben. Maar het zijn toch wel dingen om te vermelden. En dan gaat het over iets waar wij meestal niet over horen en ook weinig aandacht aan besteden. Maar oude reformatoren, vooral ook Voetius, die vele jaren de studentenopleiding heeft geleid in Utrecht. En ook oude puriteiten spreken over voorbereidingen tot de wedergeboorte. En dat klinkt natuurlijk in het oor van een Calvinist als een ketterij. Maar bij die mannen was dat geen ketterij. Ze bedoelen niet dat wij ons kunnen voorbereiden, zodat God ons gemakkelijk kan wederbaren. Dat bedoelen ze niet. We kunnen ons de zaligmakende genade zelf niet geven. Maar er zijn soms voorbereidingen tot de wedergeboorte. En dat noemt Calvijn die ook op. Calvijn zegt, God werkt onrust. God brengt moeite en zorgen in het leven van mensen. Hij brengt lijden in het leven van mensen. Hij bezet mensen, soms heidenen, zegt Calvijn, met vragen over wie ben ik en waar ga ik heen als ik sterf. En de Heer laat soms dingen gebeuren, sterfgevallen soms, ernstige ziekten, die mensen bepalen bij hun vergankelijkheid. En dan zegt Calvijn iets, en dat is eigenlijk heel bekend geworden. Dan zegt Calvijn, zo brengt God mensen op het veld van de belangstelling. Op het veld van de belangstelling. Zo maakt hij dat ze naar hun Bijbel grijpen. En dat ze de kerkdienst gaan bezoeken. En dat ze gaan bidden. God bereidt als het ware het hart voor. Maar de echte opening van dat hart is het niet. Maar het zijn als het ware bemoeienissen van God. Algemene werkingen van de geest. Om zondaren zo ver te brengen als Lydia. Maar toen op die Sabbat, daar aan de rivier,
toen daar die mannen kwamen met die nieuwe boodschap. Toen is haar hart geopend. Toen ze Paulus hoorde preken over Jezus de zaligmaker. Over het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Over die enige middelaar, Gods en der mensen. De mens Christus Jezus. Toen is haar hart voor het evangelie opengegaan. Maar de Heere heeft haar daar wel naartoe geleid. En zo kan God mensen daar naartoe leiden. Haar hart werd geopend. We lezen dat hier in Handelingen 15. Dat haar hart geopend werd voor de boodschap van Paulus. En ik zei er al iets van, wat zal dat voor een soort boodschap geweest zijn? Nu, Paulus was een man die goed geleerd had dat de mens door wetsgerechtigheden niet zalig kan worden. Het was geen boodschap van doen en laten en van verbeteringen. Maar Paulus had eigenlijk maar één boodschap. Hij predikte Jezus Christus en die gekruisigd. En voor die boodschap ging haar hart open. O gemeente, wat is dat een zegen. Als je hart voor die boodschap open gaat. Voor die niet te geloven boodschap. Dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat iedereen hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven zal hebben. En haar hart werd er als het ware voor ingewonnen. Om door die Jezus gered en behouden te worden. En ze steunde niet op werken of verdiensten. Maar ze gaf zich helemaal over aan die verkondigde Heere Jezus. En zo is ze tot bekering en geloof gekomen. En dat werk droeg vruchten. Vruchten die de echtheid van de bekering hebben bewezen. En daar letten we op in de laatste gedachte. En spreken over Lydia's hart na haar bekering. Gemeente, we lezen van Lydia. En als zij gedoopt was en haar huis. Lydia is gedoopt. Dan moeten Paulus en zijn vrienden over de doop hebben gesproken. Het was de gewone weg in die dagen. Iemand kwam tot geloof en dan werd hij gedoopt. Want in de doop werd de oude mens begraven. Dat oude leven werd begraven in de doop. En die uit het water opstond, dat was een nieuw mens, dat was een christen. Men liet zich dus dopen. En daar hebben de apostelen met Lydia over gesproken. En we lezen, en haar huis. Of dat haar kinderen zijn geweest, dat weten we niet. Dat woordje oikia, huis, dat wijst wel op een gezin. Maar het gezin, dat was in die dagen breder. Daar hoorden ook slaven en slavinnen en dikwijls ook trouwe dienstknechten en dienstmaagden bij. Maar in ieder geval, Lydia heeft gewild dat allen die bij haar hoorden ook gedoopt zouden worden. En na de doop bad zij ons, staat er. En ze zei, indien gij hebt geoordeeld dat ik het evangelie getrouw ben, kom dan in mijn huis. Lydia heeft Paulus en zijn broeders uitgenodigd om haar gast, om bij haar gasten te willen zijn. Ze wilde voor hen zorgen, zodat ze hun arbeid in Filippi onbezorgd zouden kunnen vervullen. En dat wijst op een liefdesbetrekking, op die dienaren van God en op die kinderen van God. Dat wijst op een vrucht van dat waarachtige geloof en de ware bekering. Lydia koos daarmede openlijk de zijde van Paulus en zijn metgezellen. En ze liet duidelijk blijken aan iedereen
Ik sta aan de zijde van deze mannen. Die logeren in mijn huis en die verzorg ik met alles wat ze tot hun arbeid nodig hebben. En zo is er in Filippi een gemeente ontstaan. De gemeente die te uwen huize is, zal Paulus later schrijven. En dat waren meestal de eerste christengemeenten. Die waren ergens in een huisgemeente. En zo kwam het christendom in Europa. Dat is toch wel heel bijzonder, gemeente. Zij wilden de andere kant uitgaan. Klein-Azië, op Bithynië, meer de kant uit dus van Tyrus en van Sidon. Maar de Heilige Geest verhinderde het hen. De Heilige Geest heeft het evangelie in de richting van Europa gebracht. En ook in ons land gebracht. En we mogen ons er wel over verwonderen dat het er nog steeds is. Dat heeft de Heere gedaan. Dat zijn dingen waar we op moeten letten. Belangrijke dingen worden er in deze geschiedenis en gebeurtenis verteld. Allereerst Gods voorzienigheid. Gods voorzienigheid gaat over alle dingen. En we zien dat Gods voorzienigheid het zo heeft geleid dat Paulus en zijn metgezellen in Filippi kwamen. En dat Lydia daar ook was toen ze daar spraken over het evangelie van Christus. De Heere heeft dat allemaal zo geleid in zijn voorzienigheid. En zo doet God dat. Hij brengt mensen tot het woord of hij brengt het woord tot de mensen. En zie nu eens dat God al veel gedaan heeft in uw leven. Hij heeft u in zijn voorzienigheid onder het woord gebracht. Onder de boodschap van het evangelie gebracht. En u behoort tot de genoden, tot de bruiloft. En de dienaren roepen u toe, komt tot de bruiloft. Maar we weten dat ze weigerden. Ze waren allemaal zo druk met allerlei dingen. En ze zeiden, ik kan niet komen. Maar ten diepste wilden ze niet komen. En o, wat moet dat ook van ons gezegd worden. Welker hart de Heere heeft geopend. Echte godsdienst is godsdienst van het hart. En de Jezus die u nodig hebt, dat is een Jezus van het hart. Een Jezus waarvan je zegt, ik kies voor Jezus, halleluja, hosanna. Al dat luidruchtige, dat kan u niet redden. Maar de Jezus die in uw hart komt en in uw hart een plaats krijgt. Is er iets met uw hart gebeurd? Is dat hart geopend? Meisjes en jongens, is jullie hart geopend? Geopend voor de Heere en voor de Heere Jezus? En voor de dienst des Heren. En hoe kun je weten dat je hart geopend is? Wel, we lezen het. Zij hoorde toen, ze gaf toen gehoor. En ze gaf er acht op. Ze achtte het waardevol te zijn, de boodschap die ze hoorde. En het deed iets met haar. Het maakte haar tot een nieuw mensenkind. Tot een mens die haar huis en hart voor Paulus en zijn metgezellen openstelde. En haar hart is vooral opengegaan voor het evangelie. Is dat wel eens met ons gebeurd? Ons hart opengegaan voor het evangelie. Echt opengegaan. Hebben we dan het wonder ervaren van het evangelie, dat zo genade is, dat zo ontfermend is, dat zo spreekt van Gods eeuwige liefde om zijn zoon te geven en van Christus om zichzelf te vernederen tot in de dood van het kruis. En degene die dat allemaal doet,
die blijft op de achtergrond. Dat is de Heilige Geest, wiens uitstorting we hebben herdacht. Jezus zei van de Heilige Geest, hij zal van zichzelf niet spreken. En hij zal zich niet laten horen. Hij verheerlijkt Christus. Hij treedt zelf niet op de voorgrond. Maar hij maakt dat Christus in het hart van een zondaar een plaats ontvangt. En tot slot. Je hoeft niet ver te lezen in dit hoofdstuk. Om een andere bekering tegen te komen. De bekering van de stobbewaarder. Bij Lydia ontbreekt de aardbeving. En ontbreekt dat hemels licht, dat de duisternis in die gevangenis van de stokbewaarder helemaal verdreven heeft. En die sloten en grendels van die gevangenissen, die hingen zomaar open. Al die dingen ontbreken bij Lydia. Maar het belangrijkste is er. Haar hart ging open voor het evangelie. En wat dat betekent? Ik denk dat kan ik het beste duidelijk maken. Met de gebeurtenis uit het oude Schotland. Wanneer je in Schotland aan het avondmaal wilde, moest je naar je kerkenraad gaan en daar bekering vertellen. En dan kreeg je wel of niet een avondmaalspenning. Want dat avondmaal dat hield men in die dagen van de vervolging in het eenzame gebied, in de hooglanden. En er kwamen mensen uit allerlei plaatsen naartoe. En de dominee die dat avondmaal bediende, die kende die mensen niet. En daarom moesten ze een penning kunnen laten zien, van hun eigen kerkraad. En die kende hen wel. Er kwam een vrouw op de kerkraad en ze zei dat ze de avondmaalstijd wilde meemaken en aan het avondmaal wilde gaan. En ze moest vertellen over bekering en geloof in Jezus Christus. En ze kwam er niet uit. En die broeders die zeiden, nee, we hebben toch geen vrijmoedigheid om je een avondmaalspenning te geven. En toen brak die vrouw. En toen zei ze inderdaad, ik kan het niet vertellen. Ik kan niet zeggen of Jezus door de deur binnengekomen is, of dat hij een gat in de muur heeft gegraven en zo binnen is gekomen. Maar vroeger was hij niet in mijn hart. En nu is hij er wel. Kijk, dat is het voornaamste. Toen kreeg ze wel een avondmaalspenning. Is je hart er al voor geopend? Is Christus al gezeten als koning op de troon van je hart? Amen.